In dit filmpje, deel 1 van de ideeëngeschiedenis van de westerse cultuur, worden de tijdvakken, middeleeuwen, renaissance, verlichting en romantiek besproken. Waarom ideeëngeschiedenis? Omdat het je een nuttige kapstok zal geven om cultuur en literatuur goed te begrijpen vanuit een bepaald idee dat altijd dominant aanwezig is in een bepaald tijdvak. We beginnen met de middeleeuwen. In de middeleeuwen 500 tot 1500 ongeveer staat God centraal. De wereld werd door de middeleeuwse mens gezien als iets dat geheel in teken stond van het goddelijke. Van het kleinste tot en met het grootste stond alles in verbinding met elkaar. We noemen dit ook wel de Great Chain of Being, oftewel de grote ketting van het zijn. Het leven op aarde stond zodoende in het teken van het leven na de dood. Er was tegelijkertijd angst voor en verlangen na de dood om naar hel of hemel te mogen gaan. In de loop van de middeleeuwen verandert de houding van de mensen zich ten opzichte van de dood. In plaats van memento mori, dat gedenk te sterven betekent, krijg je nu carpe diem, dat betekent pluk de dag. Deze grondhouding legt de basis voor de renaissance, letterlijk wedergeboorte, omdat deze levenslust van het individu kenmerkend is voor de renaissance. De mens komt dus centraal te staan in deze periode en in alles wat men maakte moest de grootsheid van de mens naar voren komen. Een gevolg van het aardsgerichte van de mens, in tegenstelling tot het godsgerichte van de middeleeuwen, is dat de mens op ontdekkingstocht gaat om alle hoeken van de aarde te verkennen. Het reisverslag wordt daardoor een zeer populair genre in de 16e en 17e eeuw. Voor groot belang van de ontwikkeling van het nieuwe mensbeeld waren de humanisten, een soort wetenschappers die met hun studie erop gericht waren om de mens te vervolmaken. Een beroemd voorbeeld van dit ideaal is de universele mens, oftewel Homo universalis, waarvan Leonardo da Vinci een beroemd voorbeeld is. De verspreiding van renaissance-ideeën komt in Europa op gang vanaf de 15e eeuw vanuit Italië. Het gedachtegoed verspreidt zich maar langzaam noordwaarts. In Nederland is de invloed van de renaissance pas merkbaar rond 1550 en ook nog in onze gouden 17e eeuw. De verspreiding van renaissance-ideeën wordt ook vergemakkelijkt door de uitvinding van de boekdrukkunst door Johannes Gutenberg in Duitsland omtrent 1450. Waar we in de renaissance mens zeggen, zeggen we in de verlichting verstand. Niet voor niets is het motto van dit 18e eeuwse tijdvak: mens, leer je verstand te gebruiken. De metafoor van het licht wordt vaak gebruikt door allerlei denkers en filosofen om aan te geven dat het doel van de verlichting het verwerven is van een verlichte, kritische geest vol inzicht, kennis en helderheid. Andere waarden als tolerantie, verdraagzaamheid en medemenselijkheid worden ook erg belangrijk gevonden. De verlichting begint nu in het noorden van Europa, vanwege bijvoorbeeld de tolerantie van Nederland en de honderden drukkerijen die verlichtingsteksten uit allerlei landen uit konden geven in Nederland. Het verspreidt zich maar moeilijk zuidwaarts, vanwege het katholicisme in Frankrijk, Spanje en Italië, waar ze niet van dit soort vrijdenkers gediend waren. Die verspreiding verliep wat meer sluipenderwijs, via genootschappen, Franse salons, koffiehuizen, kranten en tijdschriften. De encyclopedie was een belangrijk genre binnen de verlichting, en als verspreider van alle kennis was dat een typisch voorbeeld van een tijdvak dat een groot belang aan het verstand of de ratio toekende. Zo komen we op een beroemde tweedeling uit binnen de filosofie van de verlichting: het rationalisme versus het empirisme. De rationalisten, waaronder René Descartes, vonden dat de enige ware kennis door het verstand of de kritische geest was te ontdekken. Niets was zeker behalve zijn eigen verstand. Dit formuleerde Descartes op beroemde wijze in Cogito ergo sum. Ik denk, dus ik besta. De empiristen daarentegen vonden de zintuigelijke waarneming veel belangrijker, dus alles wat je kon horen, zien, proeven, etc., dan wat je bij wijze van spreken met je ogen dicht allemaal kon bedenken, zoals de rationalisten. Een beroemde empirische filosoof is John Locke, die kortweg betoogt dat de zintuigelijke ervaring de oorzaak is van alle menselijke ideeën. Men is het erover eens dat juist het empirisme veel minder dan het rationalisme aan de wieg staat van de moderne wetenschap, omdat dit de kern is van proefondervindelijk onderzoek doen. Dat doe je ook niet met je ogen dicht. Tot slot, op alles komt een reactie en dat gebeurt in het 19e eeuwse tijdvak van de romantiek, waarin groot belang aan het gevoel wordt toegekend.
De wezenlijke tegenstelling in dit tijdvak is die tussen klassiek enerzijds en romantisch anderzijds. Dit uitzicht in sentimentaliteit als reactie op het rationalisme van de vorige eeuw. Maar sentimentaliteit betekent hier niet overgevoeligheid, zoals het vandaag wordt opgevat, maar eerder een focus op het sentiment, oftewel het gevoel. Ook waarden als creativiteit, genialiteit en originaliteit zijn hele belangrijke sleutelwoorden om de literatuuropvatting van de romantiek te beschrijven. Ten slotte is verzet tegen de bestaande orde een wezenlijk kenmerk hier. Daarom wordt de romantiek ook wel als een tegenbeweging gezien. Er is zowel cultureel als politiek maatschappelijk verzet, maar van al die voornemens komt uiteindelijk weinig terecht. Het heeft vooral mooie literatuur opgeleverd. Romantici waren toch veel meer kunstenaars en veel minder politici.